Ik kreeg een oproep. En mijn vader vond dat niet leuk. Want die was antimilitarist. Ondanks dat ik toch verkering kreeg met een dochter van een militair. Ja. Maar dat had hij niks op tegen. Maar waarom was hij antimilitarist? Hij zegt in een oorlog, je ziet welke ellende dat er gebeurt. En in een oorlog is nooit geen winnaar. Het zijn alleen verliezers. Zolang ik in Holland was, had hij er niks op tegen. Dan zegt hij, dit is jouw keus. Maar toen kwam natuurlijk het bericht dat wij naar Indië moesten. En daar was hij fel op tegen. Hij zegt, moet je luisteren Ad, jij gaat naar zwartjes toe. Hebben die zwartjes jou iets misdaan? Ik zeg, nee. Waarom ga je daar naartoe? Dan ga je daar straks op schieten. Hij heeft me 2 maanden de tijd gegeven en hij heeft gezegd, moet je goed luisteren. Ik zeg, vader, als ik niet ga, dan ga ik het kamp in. Hij zegt, dan zeg maar dat je van mij niet mag, want dan wil ik van jou ook nog gaan zitten. Hij zegt, denk daar eens goed over na. De dag was aangebroken, staat 's morgens om 6:30 voor mijn bed. Toen zegt hij, Ad, wat heb jij beslist? Ik zeg, pa, ik ga. Hij gaf me een hand, hij gaf me een kus. Onder 1 voorwaarde. Schrijven doe ik je nooit, never. En ik hoop, zo gauw als je in India aankomt, dat je de zee in jagen en dat je over moet zwemmen naar Malakka. Want je hebt er niets te maken. Ik heb wel geprobeerd me af te laten keuren. Want ik had 2 maanden daarvoor, of 2 of 3 maanden daarvoor, had ik het aan mijn amandelen. En die waren een beetje opgezet. Ik denk, hé, ik laat me opereren. En dan lig ik in Utrecht, in het militaire hospitaal. En dan heb ik misschien kans dat ik het ontduik, maar dat is dus niet gelukt. Maar je bent wel aan de amandelen geopereerd toen? Ja, ja. Maar het was alweer genezen voordat het zover was? Ja. Dus de timing was niet goed? De timing was niet goed. Voor mezelf heb ik gezegd, ja, ja, ik moet en ik heb geen zin om in een kamp ergens te gaan zitten of een of andere gevangenis. We zaten dus met z'n allen in een peloton, dus in Nederland, in Vught ben ik opgekomen. En er is nooit sprake geweest van we gaan niet of wat dat of dat. Dat zijn er bij ons wel, toen we bij de Gibraltar waren, bij de rots van Gibraltar, zijn er wel 7 overboord gesprongen. Die dus geen zin hadden om naar Indië en die hebben dus in Spanje zijn ze gezeten. Maar 1/2 jaar daarna zijn ze opgepakt in Spanje en hebben we ze toch weer gezien in Indië. Dus de weerstand was er wel? Die was er wel. En de bevolking, wij zijn in IJmuiden, in de sluizen, zijn we door honderden mensen die daar aan de sluis stonden van jongens, ga niet naar Indië. Jullie worden moordenaars. Er was eerst sprake dat we om moesten varen. Gezien de oorlog die dreigde tussen Egypte en de Engelsen die aan het Suezkanaal zaten. Maar we zijn er toch doorheen gegaan. En jullie komen aan op Java of Sumatra? Sumatra. Mijn grootste tijd heb ik dus gezeten op Noord-Sumatra. Ja, geland in Balawan. Toen ik die boes zag, ik denk, volgens mij leef ik hier geen 5 minuten. Want je zag achter iedere boom een sluipschutter. Ja, dat was, het werd, we waren dan met een kleine 2000 man. Maar het werd heel stil aan boord. Iedereen stond te gapen van, waar komen we in terecht? Waren jullie een beetje voorbereid? Ja. We hebben een hele goede opleiding gehad van oud-knilmilitairen, die wij toen in Kaam vele oefeningen met hun mee hebben gemaakt. Ja, dat was een instructiepeloton en dat was niet misselijk. Wij werden dus vanaf Balawan, dat is dus de havenstad op Sumatra, werden wij gebracht naar Medan. Daar werden we gelegerd in een Chinese school. Daar hebben we zeker 1 of 3 gebivakkeerd.
Daarna zijn we vertrokken naar Sianta. Nee, wacht even. Ik moet even herstellen. Toen komt mijn commandant, die komt naar ons toe en die zegt, dan moet je goed luisteren, onze dames, dus de vrouwen van de officieren, die kwamen dus, die mochten dus naar Indonesië. Ik heb voor jullie werk, zegt hij, in Baligay. Oh nee, Sianta, sorry. Hij zegt, wij hebben daar woningen toegewezen en die moeten jullie in orde maken. Dus wij hebben al die tijd in Sianta gezeten, gewacht de huizen aan het opknappen voor de vrouwen van de officieren. En toen zijn wij, dus namelijk ons peloton, zijn naar Belawan gegaan, hebben de vrouwen opgewacht, zijn met de dames via de trein naar Sianta. En iedereen had zijn huis toegewezen, ik van mijn kapitein en commandant. Zijn vrouw gezegd van, dat is uw woning, alles laten zien, alles netjes opgeknapt. En ik zeg, nou, tot morgen. Tot morgen, u blijft hier. Wij lagen daar in een doorgangshuis. U blijft hier? Ik zeg, hier? Ja, zegt ze. U laat mij niet alleen, u blijft hier slapen bij mij. Met gevolg dat ik met de vrouw van de commandant op dezelfde slaapkamer, want ik mocht niet naar een ander, mijn tandpadje daarnaast moest zetten en daar sliep ik. Want ja, die vrouwen hadden natuurlijk, die denken, nou, daar komt een overval of wat dan ook. Ik zeg, ja, maar dan moet ik toch eventjes naar mijn vrienden. Maar wat bleek nou? Al mijn vrienden moesten blijven slapen bij de officiersvrouwen. En dat hebben we zo wat, een week of 3, 4, hebben we gedaan. Overdag gingen we zwemmen met de vrouwen en de kinderen. We hadden een hartstikke goed leven, 3 maanden. Totdat mijn commandant dus uit de boesboes kwam en die zegt, en nou wordt het eens tijd dat jullie opdonderen. Ja, ik was als pionier in Indonesië. Dus wij deden wegen herstellen, bruggen bouwen. En ik heb dus niet veel patrouilles meegemaakt en schietpartijen. Ik werd ingedeeld bij de stafcompagnie. De stafcompagnie die bezit dus de tanks, auto's, het wagenpark. Daar moesten wij garages voor gaan bouwen. Met gevolg kon onze groep dat niet alleen af. En dan gingen we dagelijks naar de gevangenis. En dan gingen we inmiddels, zat dat helemaal vol met ploppers die ze gevangenen genomen hadden. Ging ik naar de gevangenis en dan zei ik tegen die commandant, ik moet vandaag 15 of 20 man hebben. En dan marcheerden we door de dingen en daar gingen ze werken. Ploppers. Ploppers. Dus eigenlijk TNI-strijders. En die waren heel blij dat ze uit de gevangenis konden, want die kregen goed te eten. Ze kregen 7 sigaretten per dag. En 's avonds gingen ze weer terug naar de gevangenis. Maar die werden relatief goed behandeld. Die zijn goed behandeld. En in de gevangenis? In de gevangenis niet. Met gevolg dat ik dus altijd, als ik 20 man moest hebben, dat ik 10 stoere jongens pakte. En daar stonden erbij, die waren zo mager als een lat. En die stonden dan, toewap, toewap. En dan nam ik dus ook de helft van die jongens mee. En die vonden het natuurlijk heel fijn, want die kregen goed eten. Het was een luitenantje, maar die voelde zich daar de man. En dan werd het vaak, moesten ze precies met het puntje van de neus tegen de muur gaan staan. En waagde niet je hoofd links of rechts te draaien, want dan liep meneer zo over die veranda. En dan was het een klap tegen de kop. Met gevolg een bloedneus. En blijven staan. In de zon. En ik heb me 1 keer, maar daar heeft hij om gevraagd. Ik haalde gevangenen. En 's morgens, ik zeg Kretja. Dat betekent, we gaan werken. En iedereen begon, behalve 1, die bleef zitten.
Ik zeg, ben je ziek? Zak het. Die dat doen. Nee, meneer. Ik zeg, wat heb je dan? Ik ben niet ziek, zegt hij. Ik zeg, zeg dan wat je hebt. Eerst minimumrokok. Hij moest eerst een sigaret van mij hebben, anders ging die niet werken. Ik zeg, sta op en werken. Je krijgt geen sigaret. Waarop hij begon te lachen. Ik verloor mijn geduld. Ik pak mijn pistool. Ik geef hem een klap op zijn kop. En hij valt neer. Ik denk, die is dood. Met gevolg dat net mijn kapitein, kapitein Bos, een oud strijder in het Amerikaanse leger. Hij zegt, wat is hier aan de hand? Ik zeg, nou zus en zo. Ik vertel dat verhaal. Hij zegt, niks aan de hand. Haal water, breng die vent bij. Hij krijgt vandaag geen sigaretten. Hij krijgt geen eten. En de hele dag laat hem werken in de zon. Dat hij erbij neervalt. En dan nog iets anders. Dit wordt jouw beste vriend. Ik zeg, nou dat geloof ik niet. Binnen 3 maanden was het mijn beste vriend. Hij is voorman geworden van de ploeg. Kijk, Java, daar werd serieus harder gevochten als op Sumatra. Sumatra, dat waren ja, ploppers. Maar op Java zat de Silawangi-divisie. En dat was een hele legereenheid. Daar is flink gevochten. We waren met 25 man en we zouden in een hinderlaag gaan liggen voor de Kali. Want er waren 500 man. 500 man gesignaleerd. Ga je daarmee 25 man leggen? Achteraf. Idioot natuurlijk. Met gevolg, we hebben die 500 man nooit gezien, maar we zijn wel goed geschrokken, want Indië heeft heel veel varkens. Dus die kwamen s'nachts door die Kali, met gevolg dat wij aan het schieten zijn geweest. Ja. Nou ja, we hadden een stuk of 10 varkens, maar geen... We hebben die mensen nooit gezien, die 500 man. Weet je wat het is? Als je op patrouille ging, en vooral in het begin, dan werd je dus met geweer in de aanslag, liep dus alles achter op de Sabadijkjes, links, rechts, en maar kijken of er iets gebeurde. Maar een Aziat, die heeft geduld. En die wachtte 3 maanden. Die wachtte net zo lang. We hadden gordels van patronen, maar dat was veel te zwaar. Er gebeurt toch niks. Ik neem alleen in mijn geweer 10 patronen mee, maar er gebeurt toch niks. Die wachten tot de padvindertjes van het geweer op de schouder van Holly. Dan wordt er ingegrepen. Er vallen 2 of 3 doden. En andere dag loopt alles weer. Maar een Aziat heeft geduld. Enkele patrouille, dan ging ik wel eens een keer vrijwillig mee. Maar wij hadden nogmaals een commandant uit het Amerikaanse leger, wat een Nederlander was. Daar hebben we veel aan te danken dat wij weinig doden hebben gehad. Ze lopen over de Sabadijkjes, hij zegt peloton halt. En daar stond een man te werken met een patjol. Hè. In Indië hebben ze geen schoppen, maar hakken. Hè. Die staat midden in die Sawa. Hij zegt, peloton, halt. Hij gaat naar die man toe. Staat even te praten. Pakt zijn pistool. Banks, schiet hem zo dood. Dat peloton durfde niks te zeggen. Hij was de kapitein. Maar iedereen dacht, wat krijgen we nou? Tropenkolder? Of nog van Normandië? Peloton. Voorwaarts. Niemand zei iets. Tot een eind verder, was 100 meter geloof ik. Peloton halt, staat er weer eentje te werken. Staat wat te praten, pakt zijn pistool. En dan lag nummer 2. Komt terug. Toen zegt hij, ik zie het aan jullie. Ari is een moordenaar. Kapitein, daar bent u, ja.
U schiet zomaar twee mensen dood. Ja, zegt hij, nou liggen er twee doden. Maar anders hadden er 25 gelegen. We gaan terug naar die lijken. En dan zal ik jullie zien wat er is gebeurd. Aangekomen bij die lijken, heeft hij gezegd, ik heb gevraagd, bent u Orantani? Bent u boer? Ze zegt, ja. Ja, Toan, ik ben boer. Ah, Angatanga, laat je handen zien. Hij zegt, waar zijn die kussentjes? Op zijn klauwen. Dat is geen boer. Een terrorist. We gaan naar die andere. Angatangen. Kussentjes. Kan toch niet? Hij zegt, hier liggen wapens. En dan moeten we een dag zoeken of een nacht. Onder die Sawadijkjes, daar zitten hier wapens. 1 mitrailleur, 2 geweren. Na 3 uur. In die gebieden gebeurde meer. Overvallen. Er werd uit kampongs geschoten. Dat is precies hetzelfde wat Westerling deed. En dat sloeg een beetje bij ons over. Westerling heeft heel wat op zijn geweten. Als er een vuur kwam uit de kampong, dan ging hij naar het kapalle van de kampong, het hoofd van de kampong. Hij zegt, morgen om 10 uur kom ik hier weer met mijn troepen langs. 1 schot en alles gaat plat. En dan ging het op 4 hoeken, ging de kampong in brand en alles wat eruit kwam, dat was Westerling. Het angstige moment is geweest dat wij op een nacht dan sliepen, dat was in Balingay, op de Batakkers, die hebben hun huizen op palen. En dat werd geschoten, dwars door die keet heen, met gevolg, hupsa, vlug de deur uit en daaronder gaan liggen. Met gevolg, en aan het schieten en knallen. Wat bleek nou, achteraf, er waren dus guerrilla-strijders, maar op wie we aan het schieten waren, was op onze eigen troepen, aan de overkant lagen er ook. Gelukkig geen doden, niemand dood, maar waren allemaal op elkaar aan het knallen. Maar ja, midden in de nacht. Dat is het enige, ik had in de grond willen kruipen. Na het ceasefire zijn wij van Balawan weer vertrokken naar Jakarta, Batavia. Maar toen werd het voor ons, het werd eigenlijk gevaarlijker na die tijd als voor die tijd. Want wat gebeurde er? Wij moesten alle wapens, ons materieel, overdragen aan de TNI. Dat was ceasefire, was overeengekomen. Als je s'avonds uitging, had je geen geweer meer. Maar ik had dus uit Nederland een privépistool meegenomen, een Duitse Mauser. En dan ging je naar de bioscoop, maar dan had je s'avonds misschien wel 6 keer in een portiek moeten schuilen, dat er geschoten wordt links en rechts. Want 3 dagen voor ons vertrek werd onze fourier in Batavia, op Koningsplein, kwam er een wagen van de TNI voorbij en die schoot op 3 meter afstand, zo dwars door zijn been, en net 3 dagen voor ons vertrek zijn been eraf. En dan ga je het volgende beleven, dan denk je, nou, we worden ontvangen, onthaald. Daar komt dan een of andere kolonel met een verhaal van dit en dat en dat en dat. En dan, wat nou pas is onderkend, ook door onze minister, dan staat er alleen voor jou een bus klaar. En die breng je dan nog naar huis. En verder is niks. Van de deur gaat open, je kan je plunjezak pakken. Hopsa. En verder hoor je nooit meer iets. Ik heb er 3 jaar gezeten. Ik ben teruggekomen. De verloren zoon was terug. We hebben een week gefeest. De verloren zoon was terug. Ik kreeg een splinternieuw polshorloge. Voor in die tijd was dat heel wat. Een nieuwe fiets. En ik kreeg een fotocamera.
Toen zegt hij tegen mij, hij zegt, hoe heb je het gemaakt? Ik zeg, nou pa, het was altijd niet leuk. Vooral met de kerstdagen natuurlijk. Hij zegt, voor mij ook niet. Maar dat was de deal.